Mensen die er waren weten waar we het over hebben. En degenen die er niet waren, die gaan het ervaren. Hier wordt geschiedenis geschreven. Ga daarvan uit. Jullie zitten allemaal keurig aan een tafel. En jullie hebben elkaar aan elkaar voorgesteld. Dus dat is geregeld. Ik ben er, dat is belangrijk. Lintje Dam is er, Hans Klaar is er. Maar we hebben ook een vierde official. Die komt er ook bij. En die zorgt dat alles uiteindelijk in goede banen wordt geleid. Ik ga even kijken, want het zou kunnen dat hij al klaar staat. Dat is eigenlijk de man van de avond. We gaan zo het spelsysteem uitleggen uiteraard. Maar deze man, ja, avond, nacht. Het is een avondvullend programma minimaal. Jullie zijn voorlopig niet thuis. Ik denk dat hij klaar staat, hè? Marcel heeft dat al geconstateerd. De man die het allemaal in de gaten gaat houden of alles op rolletjes verloopt. Dames en heren, helemaal uit Spanje. Hij was toch in de buurt uiteraard. Mee. Er staan bordjes op tafel. Mensen zijn hongerig, dus ik denk dat we gaan gelijk beginnen om wat versnaperingen uit te delen. Jullie hebben daar ook een plastic tas bij, gebruikt die. Sint-Nicolaas geeft ze wat te eten alvast. En dat willen jullie toch? Alvast even. Okay. Nou, daar is die hoor. Uiteraard. Hansie, heb je hem? Ja? Goed. Hebben we niet? Staat ter discussie. Gaan we onze vingers niet aanbranden? Staat ter discussie. We hadden natuurlijk wel zwart-wit kunnen verven, hè? Dan had niemand wat kunnen zeggen. En we zijn op deken. Het gaat nu al mis, te gek. En dat willen we. Natuurlijk. Oké. Okay. Nou. Sint gaat verder. Help die man ook eventjes. Takkie, dat kan jij wel. Jullie zitten te wachten. Dames en heren.